In Veldhoven, in een sloot bij de randweg van Eindhoven, zijn zo'n 40 vaten gedumpt. De vaten zijn zeer waarschijnlijk gebruikt voor de productie van drugs. Het is niet duidelijk wie de vaten heeft gedumpt. Specialisten op het gebied van gevaarlijke stoffen hebben de vaten inmiddels onder de loep genomen. De meeste waren leeg. Politie en brandweer doen nog verder onderzoek.